Traditiegetrouw openen we deze zitting met de woorden Spiritus Sancti Gratia, Illuminet Sensus et Corda Nostra. Gaat u zitten. Welkom allemaal. Fijn dat u hier in zo grote getale bent gekomen. Ook fijn om zoveel collega-hoogleraren te zien. Mijn naam is Tom Heskes, ik ben vicedecaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en ik mag vandaag de rector vervangen en deze plechtigheid voorzitten. En de plechtigheid gaat natuurlijk om de oratie van collega Corette Wieringa. En daar zijn we ontzettend blij mee en kijken we enorm naar uit. Maar voordat ik haar het woord ga geven, wil ik even toelichten wie u hier in de cortège ziet, want we zijn heel blij met een aantal mensen. Nou, we zijn blij met iedereen die hier is, maar een aantal mensen. Maar een aantal mensen in het bijzonder, die wil ik even noemen. Dat is professor Wietse Wadman naast mij. Hij was de promotor van professor Wieringa, daar zal ik zo nog iets meer over zeggen. Daarnaast, ik noem u even professor Wieringa senior, de vader van professor Wieringa junior. En professor Hans van der Ploeg, een nicht van professor Wieringa. En daarnaast alle andere collega's van het Donner Center, van onze faculteit en ook ver daarbuiten. Het is fijn dat we hier zijn en ik wil iets vertellen over de carrière van professor Wieringa tot nu toe. En dan moet ik even naar mijn speakbriefje gaan, want dat is nogal een verhaal.
U bent geboren in Nijmegen, of all places. Dus in zekere zin is de cirkel rond. Ik ga niet uw hele jeugd toelichten, maar uiteindelijk is u terechtgekomen bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Heeft daar een masterscriptie geschreven over quantum elektrodynamica, wat een heel ingewikkeld onderwerp is. En ik gok er even op dat we daar niet zo heel veel over gaan hebben vandaag. Dat onderwerp dat is uit de natuurkunde, maar u gaf aan al dat u meer interesse had in de neurobiologie, waar u nu ook in bezig bent. En ik denk dat het aan de meneer aan mijn linkerhand hier is, dat die de moed had om u aan te nemen als promovenda op een onderwerp waar u eigenlijk nog niet zoveel ervaring mee had. Maar u maakte snel carrière. In 2002 bent u gepromoveerd en daarna begon u aan een wereldreis. En die wereldreis die ging langs Brandeis University in Waltham in de Verenigde Staten. U werd groupleader, groepsleider kan ik ook mooi in Nederland zeggen, op het Max Planck Instituut van Neurobiologie in Martinsried, vlakbij München. En toen ging u na een tijdje weer terug in 2011 naar Utrecht. En daar heeft u een tiental jaar gewerkt, totdat u eindelijk het licht zag, excuses, en op 1 januari dit jaar benoemd bent toch de hoogleraar met als leeropdracht neurobiologie hier in Nijmegen. Nou, tijdens uw carrière heeft u een aantal prijzen verdiend. Eentje viel me op, dat was een prijs bij de biologie Olympiade, als ik me goed herinner. Een prijs van L'Oréal. Ik wist niet eens dat ze prijzen hadden, maar dat is heel mooi. En ook een Vidi in de wacht gesleept. U bent ook, ik zal niet zeggen misschien bekend uit de media, maar heeft regelmatig daar opgetreden. Ik kon stukjes vinden en dan ga ik even snel kijken over hoe je muzikaliteit kunt leren. Dat het niet puur aangeboren is, dus dat stemt mij tevreden. En dat geeft me ook hoop. En dat U bekrachtigde dat proefdieronderzoek heel erg belangrijk is, en dat komt vast ook in uw oratie naar voren. En misschien het meest lugubere, dat u ook ergens heeft verteld heeft hoe lang onze hersencellen nog blijven leven na de dood. Die vond ik een beetje eng, maar ik ga ervan uit dat uw oratie ons zeer zal boeien en ik geef u daarmee graag het woord. Dank u wel, meneer de rector. En dank jullie wel allemaal dat jullie vandaag naar Nijmegen zijn gekomen ter gelegenheid van mijn benoeming tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Ik vind het heel bijzonder om vandaag iets te mogen vertellen over mijn werk. En ik ga proberen om een verhaal te vertellen dat goed te begrijpen is en voor iedereen iets nieuws bevat. Nou, ik ben gefascineerd door de onmetelijke mogelijkheden van het menselijk brein. En denkkracht of brain power, dat wordt vaak geassocieerd met het bouwen van raketten naar de maan of de ontwikkeling van neutrino detectors. Maar dat is wat mij betreft maar een heel klein deel van de kracht van ons brein. Op de middelbare school las ik veel korte verhalen van Maarten Biesheuvel. Hij heeft fantastisch mooie verhalen geschreven, maar hij was ook psychiatrisch patiënt. En heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht in psychiatrische inrichtingen. En de grens tussen gek en geniaal, dat is wel vaker onduidelijk. Bijvoorbeeld in de kunst. En veel kunstenaars die ik bewonder, zijn mensen die soms een tikje eigenaardig zijn, maar wel briljante dingen hebben gemaakt. En de link met de neurowetenschappen werd voor mij gemaakt, denk ik, door de VPRO-serie Een Schitterend Ongeluk. Het was een serie die in 1993 op tv kwam, waarin 6 wetenschappers uit verschillende vakgebieden geïnterviewd werden en daarna met elkaar in gesprek gingen. Ik zelf was toen tweedejaars natuurkundestudent en vooral geïnteresseerd in deeltjesfysica en kwantumtheorie. Maar daar leerde ik deze man kennen, Oliver Sacks. Hij is een Amerikaanse psychiater met een redelijk onorthodoxe instelling. Oliver Sacks laat heel duidelijk zien dat psychiatrische patiënten niet gek zijn, maar dat hun brein op een andere manier functioneert dan bij andere mensen. In sommige gevallen was er een specifieke biologische oorzaak of defect aanwijsbaar, waardoor de hersenen aanpassingen hadden gemaakt die waanideeën of rare gewoontes in deze patiënten veroorzaakten. Ik vond dat fascinerend. En ik vind het aanpassingsvermogen, de flexibiliteit van ons brein, soms in goede en helaas ook soms in verkeerde richting,
nog steeds ontzettend intrigerend. Dus daar wil ik vandaag graag over vertellen. Wat maakt ons brein eigenlijk zo flexibel? En wat gebeurt er nou precies als hersenen zich aanpassen? Nou goed, ik denk dat het goed is om te beginnen bij de vraag, wat doet ons brein eigenlijk? Alles wat wij zien, horen, ruiken, voelen, proeven, dat is een interpretatie van de werkelijkheid om ons heen. En die wordt gegenereerd in onze hersenen. En dat onze interpretatie niet altijd overeenkomt met die werkelijkheid, dat hebben we denk ik allemaal wel eens ondervonden, als ons brein door goochelaars en illusionisten voor de gek wordt gehouden. Dus ons brein is geen machine en onze waarnemingen zijn niet objectief. Maar goed, wat gebeurt er nu precies in ons brein als we de wereld om ons heen waarnemen? Als we iets zien, horen, proeven, ruiken of voelen, dan worden er hersencellen in ons brein geactiveerd. En groepen van geactiveerde hersencellen activeren weer andere hersencellen. En op die manier verspreidt de activiteit zich door het brein en beïnvloedt daarmee onze gedachten en ons gedrag. En elk van die hersencellen is verbonden met heel veel andere hersencellen. En die verbindingen tussen hersencellen, dat noemen we synapsen. Nou goed, als we dan inzoomen op één zo'n hersencel, dan zien we dat deze hersencel signalen ontvangt van heel veel andere hersencellen via duizenden van die synapsen. Ik heb voor de duidelijkheid één blauwe en één groene hersencel getekend die synapsen maken op deze rode hersencel. In werkelijkheid zijn er natuurlijk veel meer. Nou, die synapsen, dat zijn dus de contactpunten tussen de hersencellen. En die worden gevormd door het axon van de cel die een signaal stuurt en de dendriet van de hersencel die het signaal ontvangt. En wat is nou belangrijk voor de rest om te begrijpen, de rest van mijn verhaal te begrijpen, is dat er twee verschillende soorten synapsen bestaan. Excitatoire en inhibitoire synapsen. En die heb ik hier weergegeven met kleine blauwe en groene bolletjes. Dus die blauwe synapsen, dat zijn de excitatoire synapsen, die zorgen voor activatie van de rode hersencel. Dus die geven positieve signalen af. En die groene synapsen, de inhibitoire synapsen, die geven negatieve signalen af. Dus zij remmen de rode hersencel juist af. En elk van die hersencellen die ontvangt dus nu een continue stroom van duizenden positieve en negatieve signalen. En als het totaal van deze positieve en negatieve signalen groot genoeg is, alleen dan geeft die rode hersencel zelf een signaal af. Dus elke keer als die rode hersencel actief is, dan geven die rode synapsen weer signalen af naar de volgende hersencel. Dus ik heb die signalen hier weergegeven met die verticale lijntjes. Dus de output van deze rode hersencel, dat is een reeks van signalen die doorgegeven worden door synapsen aan de volgende hersencellen. Nou, en de taak van elke hersencel in ons brein is om afhankelijk van die signalen die binnenkomen, soms wel en soms niet te reageren. En u kunt zich voorstellen dat dan die positieve en negatieve signalen die dus binnenkomen door die excitatoire en inhibitoire synapsen, dat die min of meer in balans moeten zijn. Hè, als er te veel stimulerende signalen binnenkomen, of als er juist te weinig remming is, dan zal die rode hersencel op alles reageren en dus niet langer selectief zijn. Maar aan de andere kant, als er te weinig excitatoire signalen binnenkomen, of er zijn te veel inhibitoire synapsen actief, dan wordt de activiteit van deze rode hersencel te veel geremd. En dan zal deze cel verzaken om te reageren wanneer het wel had gemoeten. Dus in beide gevallen kan deze hersencel zijn taak niet goed uitvoeren. Nou, als dit één keer gebeurt, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Maar als de afstemming tussen excitatie en inhibitie langdurig verstoord is, dan werkt het brein niet zoals het zou moeten. En dan kan er sprake zijn van een neurologische aandoening of een psychiatrische stoornis. Afhankelijk van het deel van de hersenen waarin deze verstoring optreedt en onder welke omstandigheden deze verstoring voorkomt.
Nou, in mijn onderzoeksgroep bestuderen we vooral die inhibitoire synapsen. Die dus zorgen voor de remming van de hersencellen. En wij onderzoeken ook hoe de afstemming tussen excitatoire en inhibitoire synapsen plaatsvindt. Om deze inhibitoire synapsen te onderzoeken, maken wij gebruik van hersenweefsel van speciale muizen. En in deze muizen maken sommige inhibitoire hersencellen een groene kleurstof aan, waardoor we ze heel goed kunnen zien onder een microscoop. En we kunnen met een heel dun glazen buisje, noemen we een pipet, kunnen we individuele hersencellen vullen met een rode vloeistof, zodat we die ook zichtbaar kunnen maken. En dan kunnen we onder de microscoop zien waar de axonen van die groene inhibitoire cellen een verbinding maken met de dendrieten van die rood gekleurde hersencel. Dus op die manier kunnen we dan de synapsen die ik net getekend heb, die kunnen we in het echt zien onder de microscoop. En de excitatoire axonen die ik blauw had getekend, die zijn hier niet zichtbaar. Maar je kunt wel de lange groene axonen zien die inhibitoire synapsen maken op die rode hersencel. En op andere niet gekleurde hersencellen. Het zijn elke keer die groene bolletjes. Nou, u kunt zich voorstellen dat onze experimenten vaak technisch lastig zijn. En dus zijn we afhankelijk van goede technische ondersteuning. En in Utrecht konden we altijd op René rekenen. En in Nijmegen zijn Erik en Mina onmisbaar voor mijn onderzoeksgroep. Het bijzondere aan ons onderzoek is dat we gebruik maken van een zogenaamde twee-fotonen-microscoop. Waarmee we hele kleine structuren, zoals individuele synapsen, zichtbaar kunnen maken in levende hersencellen. Dus we kunnen veranderingen aan deze synapsen live volgen onder de microscoop. Dus hier zien we bijvoorbeeld hoe een nieuwe inhibitoire synaps gevormd wordt. Nou, in de afgelopen jaren heb ik samen met onderzoekers in mijn lab, en met name zijn dat geweest Anna, Katja en Chen, hebben we belangrijke vorderingen gemaakt met het ontrafelen van de moleculaire processen die een rol spelen bij de vorming van inhibitoire synapsen. Maar daar wil ik eigenlijk vandaag niet te veel op ingaan, want dat wordt eigenlijk een te technisch verhaal. In plaats daarvan wil ik graag vertellen waarom ik het belangrijk vind om inhibitoire synapsen te bestuderen. Want volgens mij zijn het juist deze inhibitoire synapsen die ons brein zo flexibel maken. Nou goed, om dit inzichtelijk te maken, wil ik graag met u een klein neurofysiologisch experiment doen. Ik zie dat u vandaag allemaal uw eigen brein heeft meegenomen. Dat is fijn, dan kunnen we meteen van start. Kijk even om u heen en laat uw gedachten de vrije loop. Misschien valt u iets op, misschien ook niet. Nou goed, en als ik dan zeg, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is groen. Wat is het? Nou, wat gebeurt er? Misschien, waarschijnlijk, vallen u nu allerlei groene details op. Een groen jasje, een groene sjaal. Dat zijn groene details die je vorm nog niet had opgemerkt. Dus wat is er nu zojuist gebeurd in uw brein? De zintuigelijke waarneming, die is niet veranderd. U kijkt nog steeds gewoon rond in de zaal. Maar uw brein veranderde de waarneming toen ik suggereerde dat er iets met de kleur groen aan de hand was. Ineens werd de kleur groen interessanter dan andere kleuren. Nou, wat gebeurt er dan precies in de hersenen? Nou goed, dat kan ik het beste laten zien, denk ik, aan de hand van een experiment dat is gedaan door een onderzoeksgroep in New York. In dit experiment laten ze een muis twee verschillende tonen horen. En in de ene taak hoeft de muis niet op te letten, hij hoort gewoon twee verschillende tonen, een hoge en een lage. Maar als er een lichtje gaat branden, is dat een teken voor de muis dat er een beloning komt bij de hoge toon. Dus dan let de muis goed op of hij een hoge of een lage toon hoort. Dus hier is dus een verschil tussen actief en passief luisteren, net zoals jullie net een verschil zagen tussen actief en passief om je heen kijken. Nou, in dit experiment zijn elektrofysiologische metingen gedaan
in de primaire auditieve cortex. Dat is het gedeelte van de hersenen waar signalen uit het oor als eerste binnenkomen. En met deze metingen worden de synaptische signalen gemeten die deze hersencellen ontvangen. Eerst laat ik hier zien de signalen van de excitatoire synapsen. Dus dat zijn de activerende signalen. En wat je eigenlijk kunt zien is dat die ongeveer gelijk zijn tijdens passief of actief luisteren. Maar als we dan naar de signalen kijken die binnenkomen via de inhibitoire synapsen, dan zien we dat er een verandering is als die muis passief of actief luistert. Dus in hersencel 1, die krijgt een sterkere remming. En in hersencel 2, die krijgt juist mindere remming als de muis oplet. Dus het verschil tussen actief en passief waarnemen wordt niet bepaald door meer of minder activatie van de hersencellen, maar het verschil wordt gemaakt door de inhibitie. Nou, datzelfde idee heb ik hier nog een keer weergegeven, maar nu op een soort netwerkniveau. Een zintuigelijke waarneming, kijken of luisteren, die zorgt voor de activatie van een serie van hersencellen in de sensorische cortex. En die hersencellen heb ik hier rood getekend. De inhibitoire hersencellen heb ik weergegeven in groen. Nou, een zintuigelijke waarneming activeert een gedeelte van die rode hersencellen. Nou, tijdens een actieve waarneming, dus als de muis oplet, dan worden specifieke inhibitoire hersencellen in het netwerk geactiveerd. En die geven remmende signalen af aan die rode cellen, waardoor sommige cellen geremd worden, terwijl andere cellen juist geactiveerd kunnen worden. En wat je ziet is dat nu de informatieverwerking in het netwerk dus net anders loopt, zelfs al is de zintuigelijke input precies hetzelfde gebleven. En dan in een andere context zijn steeds andere groene cellen actief, waardoor de rode hersencellen de informatie steeds op een andere manier verwerken. En dit zorgt ervoor dat je de wereld om je heen anders waarneemt als je passief of actief om je heen kijkt. En dit kleurt ook je waarneming als je boos bent of verdrietig of juist vrolijk of verliefd of als je honger hebt. Dit betekent dat ons brein geen objectieve waarnemer kan zijn. Want als je bang bent, dan zijn er andere hersencellen actief in je brein dan als je blij bent. En daardoor veranderen je waarnemingen en je gedachtes. Dus al onze waarnemingen en gedachtes worden gekleurd door onze gemoedstoestand en door eerdere eigen ervaringen. En het zijn dus vooral die inhibitoire synapsen die kleur geven aan ons wereldbeeld. Nou goed, dit simpele voorbeeld laat denk ik al meteen zien hoe gecompliceerd de netwerken in ons brein zijn. Afhankelijk van de situatie en gemoedstoestand verandert er van alles in ons brein. Maar onder alle omstandigheden moeten deze netwerken hun functie blijven uitvoeren en moeten excitatie en inhibitie op elkaar afgestemd blijven. Nou, ik vind het heel fascinerend om te bedenken hoe zo'n complex systeem tot stand komt. Hoe worden de juiste verbindingen aangelegd tijdens de ontwikkeling? Het lijkt bijna vanzelf te gaan. Kinderen groeien op en worden volwassen. Maar als een baby geboren wordt, dan zijn die hersenen nog lang niet af. Tijdens de eerste 2 jaar van een kinderleven worden nog nieuwe hersencellen aangemaakt en worden heel veel nieuwe hersenverbindingen gevormd. Dat gaat min of meer vanzelf. Ons brein is een zelforganiserend systeem dat volgens een erfelijk bepaald programma opgebouwd wordt. Maar dat is maar een deel van het verhaal, want ons brein heeft training nodig. De hersenen van een baby van 2 jaar oud, die zijn nog niet erg functioneel. Baby's kunnen hun armen en benen bewegen, dat kunnen ze zelfs al voor hun geboorte. Maar ze moeten heel veel oefenen om geleidelijk te leren hoe ze hun ledematen op een gecoördineerde manier kunnen bewegen. Zodat ze leren om zich om te draaien, om iets vast te pakken, later om te gaan zitten, staan, lopen, uiteindelijk fietsen, voetballen, schrijven. Nou, de ontwikkeling van de hersenen, dat gaat in specifieke fases en die zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van specifieke hersengebieden.
Eerst ontwikkelen de sensorische hersengebieden. Dus baby's kunnen al heel goed ruiken en horen, maar ze leren pas zien eigenlijk in de eerste 6 maanden van hun leven. En daarna ontwikkelen langzaam de motorische hersengebieden. En als laatste komen ook de cognitieve vaardigheden. Nou, juist gedurende de periodes waarin het brein extra gevoelig is voor bepaalde ervaringen, daar spelen inhibitoire hersenverbindingen een cruciale rol. Want de veranderingen die nodig zijn tijdens de ontwikkeling, die kunnen eigenlijk alleen plaatsvinden als excitatie en inhibitie op een goede manier op elkaar afgestemd zijn. En bovendien zijn het vooral de veranderingen in de inhibitoire synapsen die ervoor zorgen dat het brein zich aanpast. Dus tijdens de ontwikkeling van een kind wordt het brein als het ware stukje voor stukje klaargestoomd voor de rest van het leven. Het baby- en kinderbrein heeft daarvoor de juiste training en veel stimulatie nodig, zodat het leert hoe het onder alle omstandigheden kan functioneren. Dus het is belangrijk om veel met baby's te praten, te knuffelen en met ze te spelen, zodat ze de juiste hersenverbindingen vormen in alle sensorische en motorische hersengebieden. Maar ook hersengebieden die belangrijk zijn voor cognitieve functies ondergaan zo'nzelfde ontwikkeling en hebben ook training nodig. Nou, de prefrontale cortex is zo'n gebied dat heel belangrijk is voor cognitieve vaardigheden. De prefrontale cortex is bijvoorbeeld betrokken bij het inschatten van risico's, bij het maken van strategische beslissingen en bij sociale interacties. De training van de prefrontale cortex bestaat uit de omgang met verschillende personen in je omgeving. Vrienden, familieleden, docenten op school, zomaar mensen op straat of in de bus. Dat zorgt ervoor dat de juiste hersenverbindingen worden aangelegd. Nou, maar wat gebeurt er dan precies in de hersenen tijdens zo'n training? Nou, in mijn onderzoeksgroep heeft Ate Bijlsma dat bestudeerd in ratten. Jonge ratten die trainen ook hun prefrontale cortex door de omgang met soortgenoten. En in een samenwerkingsproject met Loek van der Schuren in Utrecht lieten we jonge ratten opgroeien in kooien waar ze wel contact hadden met een andere rat, maar ze konden niet samen spelen. En na een periode van 3 weken zonder spelen, en dat is precies de periode waarvan we weten dat dan de prefrontale cortex zich ontwikkelt. Dus na die 3 weken werd het tussenschotje in de kooi verwijderd en konden de ratten weer normaal samen spelen en samen leven. Nou, wij konden aantonen dat deze tijdelijke ervaring hun gedrag als volwassen dier beïnvloedt. Volwassen ratten die niet gespeeld hadden, die lossen ingewikkelde taken op een andere manier op en laten minder cognitieve flexibiliteit zien. Nou, Ate die heeft elektrofysiologische metingen gedaan in hersenplakken van deze ratten. Hij heeft de kleine elektrische signaaltjes gemeten die die synapsen doorgeven. En wij vonden dat ratten die minder hebben gespeeld, die hebben minder inhibitoire synapsen in de prefrontale cortex. Maar we vonden geen veranderingen in de excitatoire synapsen. Dus dit laat zien hoe belangrijk ervaringen zijn in een gevoelige periode tijdens de hersenontwikkeling. Deze ervaringen laten blijvende sporen achter in de inhibitoire synapsen. En dit heeft gevolgen voor hoe het volwassen brein informatie verwerkt en oplossingen verzint. Dus als je dit vertaalt naar mensen, dan geeft dit eigenlijk een neurobiologisch perspectief op iets wat we denk ik allemaal wel kennen. Je brein en daarmee je karakter wordt in sterke mate gevormd door je ervaringen en je omgeving uit je jeugd. Met dus weer een centrale rol voor de inhibitoire synapsen. Nou, onze hersenen zijn volgroeid als we ongeveer 25 jaar oud zijn. Maar dat betekent niet dat ze niet meer kunnen veranderen. Een van de belangrijkste eigenschappen van ons brein is dat het zich aan kan passen en kan leren van ervaringen. En gelukkig blijft dat zo ons leven lang. Het kost misschien wat meer moeite en wat meer training naarmate we ouder worden, maar iedereen kan een leven lang nieuwe dingen leren. Dat betekent dus dat we niet vastzitten aan ons biologisch volgroeide brein, zoals we dat op 25-jarige leeftijd hebben. Maar al onze levenservaringen blijven onze hersenen
continu verder vormen. Want elke keer als we iets meemaken of iets nieuws leren, vinden er specifieke veranderingen plaats in onze synapsen. Sommige verbindingen worden sterker en andere worden zwakker. En er kunnen ook nieuwe synapsen gevormd worden of synapsen verwijderd worden. Nou, dit is iets wat neurowetenschappers al sinds de 70er jaren weten. Maar recentere studies die laten zien dat die veranderingen in excitatoire synapsen heel vaak en misschien zelfs altijd, wel altijd, gepaard gaan met ook veranderingen in inhibitoire synapsen die in de buurt zijn. Bijvoorbeeld, in veel gevallen worden er eerst inhibitoire synapsen verwijderd of stilgelegd, zodat de reorganisatie van excitatoire synapsen plaats kan vinden. En dit gebeurt er tijdens leren, maar bijvoorbeeld ook tijdens herstel na een beschadiging. Nou, in andere gevallen, bijvoorbeeld als excitatoire synapsen te sterk worden door overprikkeling, dan worden er juist nieuwe inhibitoire synapsen gevormd om deze overprikkeling tegen te gaan. Maar er is heel veel onderzoek gedaan naar synaptische plasticiteit van excitatoire synapsen. Dus we begrijpen heel goed hoe individuele synapsen kunnen veranderen. Maar we snappen eigenlijk nog niet heel goed hoe veranderingen in verschillende synapsen op elkaar afgestemd worden. En dat proberen we in mijn onderzoeksgroep uit te zoeken. Dus ik heb net verteld dat we onder de microscoop kunnen zien hoe nieuwe inhibitoire synapsen gevormd worden. Nou, wij vroegen ons af of misschien de vorming van inhibitoire synapsen beïnvloed wordt door veranderingen aan excitatoire synapsen die vlakbij op dezelfde hersencel zitten. En dit is een serie experimenten die zijn gedaan door Hayin en Dennis. En dit onderzoek wordt voortgezet door Lotte. We beginnen met een rode hersencel, waarbij de excitatoire en inhibitoire input netjes op elkaar afgestemd zijn. En dan worden er 4 excitatoire synapsen heel sterk geactiveerd. En daardoor wordt eigenlijk die plaatselijke excitatie te sterk. Nou, wij wilden weten of deze plaatselijke verstoring van die balans ervoor kan zorgen dat er een nieuwe inhibitoire synaps gevormd wordt, zodat de excitatie en inhibitie weer op elkaar afgestemd is. Nou, dit is dan zoals het echte experiment eruit ziet. U ziet het dendriet van de rode hersencel en het groene inhibitoire axon. Er is nog geen synaps aanwezig op de plek waar het groene axon de rode dendriet kruist. En dan maken we elke 5 minuten een microscoopopname. Eerst nemen we een paar opnames waarin we niks doen. Dan nu activeren we de 4 excitatoire synapsen. En in eerste instantie lijkt er misschien niets te gebeuren. Maar als we even wachten, nu ziet u. Dan ziet u dat er inderdaad een nieuwe inhibitoire synaps is gegroeid. En dat is denk ik nog beter te zien als ik hier het plaatje voor en na laat zien. En daaronder ziet u het stukje groen axon op de kruising van alle opnames naast elkaar. En dan zie je duidelijk dat er een nieuwe synaps groeit op die kruising. Dus met die stimulatie van die excitatoire synapsen maken we de excitatie sterker. En de inhibitie die reageert daarop door ongeveer 30 minuten later een nieuwe inhibitoire synaps te vormen. Nou, wat wij hebben ontdekt is dat die rode hersencel een signaalstof afgeeft als de excitatoire synapsen overactief zijn. En deze signaalstof blijkt een endocannabinoïd te zijn. Dat is een stofje dat hersencellen zelf aanmaken en dat lijkt op een stofje uit marihuanaplanten. Dus inhibitoire axonen die zijn gevoelig voor deze stof en in dit geval reageren ze erop door een nieuwe synaps te vormen. En op deze manier blijven inhibitie en excitatie netjes op elkaar afgestemd. Nou ja, tegelijk lijkt dit misschien ook een soort van tegenstrijdig. Want als je iets nieuws leert, dan worden belangrijke excitatoire synapsen sterker gemaakt. Maar als je er meteen een inhibitoire synaps naast zet, dan lijkt het leren weer teniet gedaan zijn. Maar dat ligt denk ik net anders. En om dat te begrijpen moeten we weer even uitzoomen en bedenken
wat de taak is van die ontvangende hersencel. Dus deze rode hersencel ontvangt allerlei clusters van allerlei excitatoire synapsen. En die heb ik hier voor het gemak cluster A, B en C genoemd. Nou, het feedbacksysteem dat ik zojuist heb beschreven, het zorgt ervoor dat elk actief cluster van excitatoire synapsen een eigen inhibitoire synaps krijgt. En nou is het belangrijk om te weten dat inhibitoire synapsen maar eigenlijk een heel beperkt bereik hebben. In mijn onderzoeksgroep heeft Fiona Mulner dit laten zien. Dus de inhibitoire synaps die daar bij cluster C zit, die kan in excitatoire synapsen vlakbij op dezelfde dendriet goed afremmen. Maar hij heeft eigenlijk weinig invloed op de excitatoire synapsen verder weg. Nou goed, wat is de taak van deze rode hersencel? Zoals alle hersencellen in het brein moet deze hersencel soms wel en soms niet reageren op de synaptische signalen die binnenkomen. Maar wanneer is reageren gepast en wanneer is het ongepast? Nou, dat hangt dus af van de context. En als we het voorbeeld van net weer even aanhalen, toen ik zei ik zie wat jij niet ziet, de kleur is groen, toen moesten je hersencellen vooral informatie over groene objecten verwerken en de rode en de blauwe objecten even negeren. Nou, hoe doen hersencellen dat? Nou, contextafhankelijke signalen in de hersenen die komen vaak binnen via hersenverbindingen vanuit andere hersengebieden. Of door de aanwezigheid van zogenaamde neuromodulatoren. En in veel gevallen beïnvloeden deze contextafhankelijke signalen de activiteit van die inhibitoire cellen. Dus in een bepaalde context worden specifieke inhibitoire cellen geactiveerd. Dus in context 1 worden bijvoorbeeld op deze manier de clusters B en C onderdrukt. En is de rode cel eigenlijk alleen gevoelig voor input vanuit cluster A. En dit gebeurt er dus als je naar groene objecten zoekt in je omgeving. Dan wordt de informatie over blauwe en rode objecten even onderdrukt. Maar in een andere context, dan wordt cluster A juist onderdrukt en verwerkt de rode hersencel alleen de informatie uit clusters B en C. Dus op deze manier kan het brein dus schakelen van de ene naar de andere situatie. En wordt op deze manier de informatieverwerking daarop aangepast. Nou, in mijn onderzoeksgroep zijn we heel geïnteresseerd in de effecten van zulke contextafhankelijke signalen. En met name het effect van neuromodulatoren. Dat zijn stofjes die je brein zelf aan kan maken. Je brein maakt bijvoorbeeld dopamine aan als je iets leuk vindt. En acetylcholine komt vrij als je ergens aandacht aan schenkt. En andere voorbeelden van neuromodulatoren zijn serotonine of noradrenaline. Wij hebben aanwijzingen dat die neuromodulatoren de vorming van inhibitoire synapsen kunnen beïnvloeden. En Bart Jongbloeds en Ségolène Bompière die zijn bezig om uit te zoeken hoe dit precies gebeurt. Nou, naar wat ik jullie zojuist verteld heb, is het denk ik duidelijk dat ons brein een zeer complex orgaan is en dat ons leven lang verandert. Elke ervaring verandert ons brein en ons brein is dus geen dag hetzelfde. Helaas zorgt de flexibiliteit van onze hersenen ook voor kwetsbaarheid. Je kunt je voorstellen dat zo'n ingewikkeld systeem op verschillende manieren ontregeld kan raken. Dit kan bijvoorbeeld doordat er een erfelijke aandoening is, waardoor de hersenontwikkeling verstoord wordt. Maar er kunnen ook op latere leeftijd problemen ontstaan, waardoor het brein niet meer naar behoren functioneert. En helaas is van veel hersenaandoeningen de oorzaak nog steeds onduidelijk. Nou, wij proberen onze kennis van inhibitoire synapsen in te zetten om hersenaandoeningen beter te begrijpen. Problemen met inhibitoire synapsen en met de afstemming tussen excitatie en inhibitie, die zijn een centraal thema in hersenontwikkelingsstoornissen. Denk bijvoorbeeld aan autisme, waar vaak problemen ontstaan bij het schakelen tussen verschillende situaties. Carlijn Peerboom in mijn groep heeft hier belangrijke eerste stappen gezet. En Sam de Kater die gaat hiermee verder. Hij gaat onder andere onderzoeken hoe het komt dat storingen in de hersenontwikkeling vaker voorkomen bij jongetjes dan bij meisjes. Nou, onze kennis van inhibitoire synapsen
Die is ook relevant voor ouderdomsziekten, zoals de ziekte van Alzheimer. Marvin Ruiter die heeft ontdekt dat inhibitoire synapsen eerder aangetast worden dan excitatoire synapsen in de ziekte van Alzheimer. En Zira Kasmi die probeert nu te achterhalen waardoor dat komt. Dus ik hoop dat onze inspanningen bijdragen aan een beter begrip van hersenaandoeningen en uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuwe behandelmethode of medicijnen. Ik wil graag nog even terugkomen op iets dat ik helemaal aan het begin van mijn brein zei. Ons brein is geen machine. Er wordt nog wel eens een beeld van het brein gebruikt waarin hersengebieden onafhankelijk van elkaar hun eigen specifieke taken uitvoeren. Maar dat is een achterhaald idee dat informatieverwerking in onze hersenen van waarneming tot gedrag serieel wordt uitgevoerd. Hersengebieden hebben wel een eigen specialiteit, maar anatomische en fysiologische studies tonen aan dat er heel veel dwarsverbindingen zijn die een keurige hiërarchische structuur in de war schoppen. Dus een meer hedendaagse weergave van de structuur van het brein ziet er ongeveer zo uit. Een min of meer circulair met overal dwarsverbindingen. En het effect van die dwarsverbindingen hebben we al gezien in het voorbeeld van de passieve en actieve waarnemingen. Informatie wordt meteen beïnvloed door de context, al meteen als het binnenkomt in de primaire sensorische cortex. Die dwarsverbindingen die zijn ook duidelijk op anatomisch niveau. Sensorische informatie in de cortex komt binnen via de thalamus. Maar die synapsen vanuit de thalamus die vormen eigenlijk maar een relatief klein deel van alle synapsen op de hersencellen in de hersenschors. En het is dus niet zo dat sensorische input deze hersencellen activeren. Een betere weergave is dat er een voortdurende activiteit in de hersenschors aanwezig is en dat de sensorische input via de thalamus invloed heeft op het patroon van die hersenactiviteit. En als je het zo bekijkt, wordt het ook duidelijker waarom controle door inhibitoire synapsen cruciaal is voor een optimale hersenfunctie. Nou, sterke dwarsverbindingen die geven de neuronale netwerken in ons brein specifieke eigenschappen. Ik ben zelf erg gecharmeerd van een reeks theoretische studies waarin wordt beargumenteerd dat neuronale netwerken in de hersenschors gedomineerd worden door inhibitie in plaats van excitatie en functioneren als een zogenaamde inhibition stabilized network. En die studies die laten zien dat deze eigenschap ervoor zorgt dat neuronale netwerken heel robuust zijn en onder verschillende omstandigheden kunnen blijven functioneren. Dus als ik dat vertaal naar gewoon Nederlands, dan betekent dat sterke dwarsverbindingen en met name sterke inhibitoire dwarsverbindingen zorgen voor een flexibel brein dat tegen een stootje kan. Dan wil ik ook nog graag iets zeggen over het gebruik van proefdieren. Voor ons onderzoek hebben we levend hersenweefsel nodig, waarvoor we proefdieren moeten doodmaken. Dat gebeurt zo zorgvuldig mogelijk, onder streng toezicht, en we gebruiken natuurlijk zo weinig mogelijk dieren. Er wordt steeds vaker gelobbyd voor een proefdiervrije wetenschap. Er is grote technologische vooruitgang geboekt, waardoor veel dierproeven vervangen kunnen worden. Nieuwe medicijnen kunnen bijvoorbeeld al getest worden in gekweekte humane cellen. Maar het is helaas niet mogelijk om alle dierproeven te vervangen. Voor hersenonderzoek, waarin synaptische veranderingen of hersenactiviteit onderzocht wordt in relatie tot specifieke hersenfuncties en gedrag, daar blijven proefdieren nodig. Maar er vinden wel belangrijke ontwikkelingen plaats die kunnen bijdragen tot de vermindering van het aantal benodigde proefdieren. De recente ontwikkeling van chemo- en optogenetische tools die hebben gezorgd voor een enorme sprong in onze kennis over de structuur en functie van het brein. En ik voorzie dat virussen die specifiek gemaakt zijn voor bepaalde celtypes die een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het terugdringen van het gebruik van transgene dieren. En deze technologie zal ook heel nuttig zijn voor klinische toepassingen. Nou ja, een relevante vraag bij proefdieronderzoek is hoe representatief het proefdier nou eigenlijk is voor de mens. De hersenschors van alle zoogdieren bestaat uit verschillende hersencellen en die zijn gerangschikt in zogenaamde corticale kolommen.
En deze corticale kolommen vormen het basiselement van de hersenschors in verschillende delen van de cortex. En deze zijn goed vergelijkbaar tussen verschillende zoogdieren, inclusief de mens. Dus het lijkt erop dat dit basiselement een succesvol netwerkmotief is, waarmee grotere netwerken gebouwd kunnen worden en die door relatief kleine variaties of aanpassingen geoptimaliseerd kunnen worden voor het uitvoeren van specifieke taken. En dat betekent dat de neurobiologische resultaten die wij in muizen vinden belangrijke inzichten kunnen geven in de functie van het mensenbrein. Maar er blijven natuurlijk belangrijke verschillen. Mensen en muizen verschillen aanzienlijk in gedrag en in cognitief vermogen. Een mensenbrein is veel groter en bevat veel meer hersencellen dan dat van een muis. Menselijke hersencellen hebben ook een iets andere organisatie van hun dendrieten, waardoor ze meer rekenkracht hebben dan muizenhersencellen. Maar vorig jaar werd nog een opvallend verschil gepubliceerd dat mijn aandacht trok. In een studie van een onderzoeksgroep uit Duitsland werden blokjes hersenmateriaal van muizen en mensen cel voor cel gereconstrueerd met behulp van een elektronenmicroscoop. En uit die studie bleek dat er relatief meer inhibitoire cellen in het menselijk brein zijn. In muizenhersenen zijn ongeveer 10-15% van alle hersencellen inhibitoire hersencellen. Maar in mensen ligt dat percentage rond de 30%. En diezelfde studie liet ook zien dat mensen meer verschillende soorten inhibitoire cellen hebben en dat deze onderling ook meer verbindingen maken. Dus het zou goed kunnen dat de extra inhibitoire synapsen zorgen voor de extra flexibiliteit en aanpassingsvermogen van het menselijk brein. En dat sterkt mij in mijn overtuiging dat er meer kennis nodig is over die inhibitoire synapsen. En ik hoop dus dat ons onderzoek leidt tot een beter begrip van de werking van onze hersenen en kan bijdragen aan toekomstige oplossingen voor hersenziektes en psychiatrische aandoeningen. Ik heb vandaag laten zien dat ons brein wordt opgebouwd op basis van ons erfelijk materiaal, maar uiteindelijk wordt gevormd door al onze levenservaringen en wat ieder van ons met ons brein doet. Dat betekent dus dat elk van ons de wereld om ons heen ervaart op zijn of haar eigen manier en dus ook op zijn of haar eigen manier zal reageren. Dus dit idee gaat voor mij gepaard met een diep besef dat je dus nooit in iemand anders zijn hoofd kunt kijken. Het vormt een neurobiologisch argument waarom je niet makkelijk kunt oordelen over anderen. Het is heel eenvoudig om iemand die iets raar zegt of vreemd doet weg te zetten als dom, als een wappie of als een kil persoon zonder gevoel. Het vergt inspanning om naar iemands verhaal te luisteren en te proberen om je in een ander te verplaatsen. Maar die inspanning, die levert veel op. Door je te verdiepen in een ander perspectief, plaats je gebeurtenissen in een andere context en zie je de wereld met andere ogen. In je brein levert dit andere activiteitspatronen op en nieuwe dwarsverbindingen. En meer dwarsverbindingen versterkt je aanpassings- en leervermogen en maakt je brein beter bestand tegen een stootje. Ik denk dat de circulaire organisatie van ons brein ook een goed voorbeeld kan zijn voor andere complexe organisaties, zoals een universiteit of de maatschappij. Het is belangrijk om dwarsliggers en tegenstemmers de ruimte te geven. Zij zorgen voor dwarsverbindingen die misschien de keurige hiërarchische structuur verstoren, maar zij leveren wel unieke eigenschappen op die een systeem flexibel en aanpasbaar maken. Te vaak zie ik dat mensen het slachtoffer worden van strak georganiseerde instituten. Een voorbeeld hiervan is dat ik studenten zie die het slachtoffer worden van een te strak geplande universitaire loopbaan. Als ik terugkijk op mijn eigen loopbaan, zie ik heel weinig organisatie, maar wel altijd ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Tijdens mijn natuurkundestudie was ik lid van de studentenvereniging SSRA. Waardoor ik elke donderdagavond in de bar te vinden was en op vrijdagochtenden dus niet in de collegebanken.
Ik heb ook tegen het advies van mijn studieadviseur in vakken gevolgd bij filosofie en bij klassieke talen. En door al deze nevenactiviteiten heb ik uiteraard studievertraging opgelopen. Maar ik heb vooral ook dwarsverbindingen gemaakt. En die dwarsverbindingen zijn uiteindelijk het meest bepalend gebleken voor mijn loopbaan. Niet de oorspronkelijk geplande structuur. En daarmee ben ik eigenlijk automatisch beland aan mijn dankwoord, bij mijn dankwoord. Degene die misschien wel het meest bepalend is geweest voor mijn loopbaan is Wietse Wattman. Wietse, ik ben ontzettend blij dat je er vandaag bij bent. En nog wakker bent. Tijdens mijn zoektocht als natuurkundestudent aan de VU kwam ik een vak tegen dat op de UvA werd gegeven door ene Wattman. Ik moest voor dit vak helemaal naar Roeteseiland fietsen, aan de andere kant van Amsterdam. Maar goed, ik was enthousiast. En dat vak, samen met de boeken van Biesheuvel en Oliver Sacks, dat gaf mij het idee dat ik eigenlijk veel meer wilde begrijpen van het brein. En Wietse, jij hebt mij die kans gegeven. Jij bood mij een promotieplek aan in jouw onderzoeksgroep, terwijl ik daarvoor geen enkele basiskennis van de biologie had. En daarvoor ben ik je heel dankbaar. Ik heb op veel verschillende plekken op de wereld gewerkt en ik heb altijd heel veel geleerd van mijn mentoren. Van Wietse Wattman in Amsterdam heb ik geleerd om je van niemand iets aan te trekken, tenzij ze goede argumenten hebben. En van Gina Turigiano in Boston heb ik geleerd dat het belangrijk is om een duidelijk verhaal te vertellen. Van Tobias Bonhoeffer in München heb ik geleerd om altijd aan alle details te denken. En van Caspar Hogeraad en Anna Akmanova in Utrecht heb ik geleerd hoe je plezier en succes goed kunt combineren in een onderzoeksgroep. Maar het meest waardevolle waren alle mensen die ik op al deze plekken heb leren kennen. Al die ervaringen en indrukken neem ik mee in de wetenschapper en de persoon die ik vandaag ben. En ik wil hier vandaag graag van de gelegenheid gebruik maken om het college van bestuur van de Radboud Universiteit en de decaan van de FNWI-faculteit te bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik vind het een eer om hoogleraar op deze universiteit te zijn en mijn bijdrage te leveren aan het hersenonderzoek op het Donders Instituut. Ik ben ontzettend blij met alle fijne collega's en inspirerend onderzoek bij het DCN. En ik zie uit naar mooie samenwerking in de nabije toekomst. Maar het allerleukste van mijn baan als wetenschapper is om nieuwe mensen te leren kennen, soms vanuit totaal andere delen van de wereld, en te ontdekken dat je enthousiast kunt zijn over eenzelfde onderwerp. Ik mag elke keer met nieuwe jonge onderzoekers nieuwe dingen ontdekken. Mijn grootste dank gaat dan ook uit naar alle onderzoekers die in mijn lab hebben gewerkt. Ik heb ze hier min of meer in order of appearance naast elkaar gezet. Hun namen zijn als het goed is al eerder voorbijgekomen. Ten slotte wil ik mijn ouders bedanken. Zij hebben mij de vrijheid gegeven om mijn eigen kop te volgen. En ik ben ook heel blij met Helene en met Willem en Gerda. Dank jullie wel voor jullie onvoorwaardelijke support en warmte. En lieve Laurens, samen met jou zijn blijft heel bijzonder. Het is een groot geluk dat wij samen nog steeds evenveel lol kunnen hebben als 30 jaar geleden. En lieve Femi, lieve Ivor, er is niets leukers dan elke dag met jullie de flexibiliteit van ons brein te testen. Ik heb gezegd. Voor dit prachtige verhaal. Het is echt fascinerend om te zien hoe u met uw kennis van de biologie en ook een opleiding in de natuurkunde geavanceerde technieken in weet te zetten en ons zoveel kunt leren over het brein. Het doet me denken aan, er was ooit, en mijn collega hoogleraar kunt zich wellicht herinneren, een instituut hier en dat had als motto From Molecule to Man. En dat was dan een instituut met iets van 50 verschillende onderzoeksgroepen. U doet dat gewoon in één groep. U gaat helemaal van de moleculen naar de cellen, naar de netwerken en uiteindelijk naar cognitie en wat het betekent voor aandoeningen.
Dat is bijna jaloersmakend, zegt iemand die is afgegleden naar de informatica. Het is ook heel dapper dat u op een gegeven moment in de carrière hebt gekozen voor de minderheid. Voor de inhibitoire synapsen. Dat is maar zo'n 10% of 15% heeft u mij verteld bij een voorbespreking. Maar dat heeft u heel veel opgeleverd. En ik hoop ook dat in de toekomst u dat nog veel meer op gaat leveren. En u gaat helpen om nog meer dwarsverbindingen te gaan leggen tussen allerlei onderzoekers, groepen, studenten enzovoort. En ik wens u daarbij heel veel succes. Verder wil ik u natuurlijk van harte feliciteren. Met uw benoeming hier, ik wil daarbij ook graag betrekken uw partner, uw kinderen. Ik moet zeggen, de toga stonden jullie fantastisch, dus wellicht zien we jullie over 30 jaar hier ook weer. Erg graag. Ik wil ook feliciteren het Donner Center for Neuroscience met een fantastische nieuwe collega. Het Donners Instituut, onze eigen faculteit en de universiteit als geheel. We zijn erg blij dat u bij ons bent komen werken. Volgens mij ben ik er doorheen. Behalve dat ik u ga vertellen, wat er nu nog gaat gebeuren. U krijgt zo de gelegenheid om professor Wieringa te feliciteren. Dat doen we beneden. Het advies is om u gewoon te verspreiden, alvast een drankje te nemen en niet in die lange rij te gaan staan. En zeker niet op de trappen te wachten. We zijn nogal slecht verzekerd hier. Dus niet doen, verspreid u en dan komt het helemaal goed en krijgt u vast de gelegenheid om professor Wieringa te feliciteren. Wij zullen als eerste de zaal verlaten en dan kunt u daarbij aansluiten. En dan wil ik nu graag deze zitting sluiten met traditioneel de woorden die we daarbij uitspreken. Gaat u staan. Gratias tibi agimus, omnipotens Deus, pro omnibus benevitis tuis, qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum. Ja, zo.